Hallo allemaal, hier weer een nieuwe film van Meester Schilder Piet van Verfwebwinkel. Voordat we de vloer gaan afdekken, is het verstandig om eerst een laag tape aan te brengen tegen het te behandelen oppervlak. Dat het resultaat daarvan is dat je mooi strak kunt tapen. En dat je het afdekmateriaal, wat ik zo straks laat zien, dat je dat wat gemakkelijker een halve centimeter van het muuroppervlak kunt laten doen. Kijk, dit is een beetje een handigheidje. En wat we hier doen, is met het mes in het hoekje zetten. En uiteindelijk daarmee het stukje tape, dus een beetje knutselen. Dat is een beetje freubelen, maar je bereikt er wel mee dat je dus het hoekje goed hebt afgedekt. En gaan we dus verder met het aanbrengen van de tape op de vloer tegen de rand van de muur. Je ziet hier nu ook als het ware een rand ontstaan waarvan je denkt, ja, hoe moet dat nou? Kijk, straks gaan we die muur schilderen. We hebben hier de vloer. En na afloop zullen we hier een nieuwe kitlaag aanbrengen. Ik ga voorstellen om dat of in de kleur van de vloer te doen of in de kleur van de muur te doen. Maar dan zal dat wel uiteindelijk straks een strak resultaat opleveren. Het zijn fijne afplakmaterialen van, in dit geval van Kip, de 3308, dat is een Washitec tape van Kip. Goede leverancier, kwalitatief goed, hoogstaande materialen. Zorg dat uiteraard je vloer stofvrij is voordat je de tape aanbrengt. Maar ook dat spreekt voor zich. Het gebeurt nogal eens een keer dat ik mensen spreek die zeggen, ja, nu heb ik het afgeplakt en nu zit er alsnog verf onder mijn tape. Het enige antwoord is dat dat dan eigenlijk niet goed geplakt is. Kijk, je ziet hier ook, hier zie je het donker, dat betekent dat de tape als het ware vast op de ondergrond zit en hier nog niet. Maar zodra je gaat drukken, zal dus ook hier de tape zich gaan vasthechten op het oppervlak. Met als gevolg dat je bij het schilderen dus een mooi strak resultaat gaat krijgen. Let daar dus altijd op dat je dus de rand tegen het te schilderen oppervlak goed nog eens een keer aandrukt. Duim, wijsvinger, je kunt er een mesje bij gebruiken. Alles is toegestaan. Het zijn aardige mensen hoor, die stoffeerders. Maar uiteindelijk heeft deze stoffeerder toch een keer een niet zo'n fijne prestatie geleverd door de vloeren geheel af te kitten met een siliconen kit. Kijk, dit is schilderwerk, deze vloer uiteraard niet. Maar die siliconen kit, die gaat wel, als het een beetje tegen zit, voor een zogenaamde siliconen besmetting zorgen. Dat betekent dat het oppervlak, waar de kit tegen aangebracht is, dat daar siliconen restanten zich gaan afzetten. En je zal zeggen van, nou, en dan? Maar op een ondergrond waar sporen van siliconen op aanwezig zijn, zal de verf heel slecht hechten en zal ook een kratervorming gaan aannemen. En dat betekent dat we dan eigenlijk aan het product verf een anti-siliconen moeten gaan toevoegen om de verf uiteindelijk strak op het oppervlak te krijgen. Later ga ik u daar meer over vertellen. Nu plakken we eerst de ondergrond af. Kijk, ik plak hier dus bewust door het hoekje. En direct met mijn stijlingmes snijd ik dat een beetje
bij zodanig dat we dus een strak afgeplakt oppervlak hebben. Ook hier onder deze radiator mensen. Op die manier is dus de stoffeerder geen vriendje van de schilder. Want hij berokkent mij eigenlijk een hoop gedoe. Namelijk die siliconenkit die ik en moet verwijderen. Weet u waar siliconenkit wel goed voor geschikt is? Op, tussen twee oppervlakken. Waar dus geen schilderwerk aan te pas komt. En dat is bijvoorbeeld bij u in het bad, in de douche. Dat is bij u aan de aanrecht. Dan heb je tegeltjes en dan heb je een aanrechtblad. En daartussenin komt geen verf aan te pas. En daar kun je dus heel goed een mooie elastische siliconenkit, sanitair siliconenkit aanbrengen. Maar niet daar waar geschilderd wordt. Daar hoort absoluut niet deze kit thuis. Welke dan wel, zult u zich afvragen? Kijkt u nog een keer op onze site naar de verschillende kitproducten waarin wij uitleggen welke kit waarvoor geschikt is. Kijk, maar door het zo af te plakken kunnen we straks deze plint een mooi nieuw verfje geven. Hebben we geen last van beschadigen van de ondergrond. En na afloop, wat ik al zei, zullen we daar opnieuw de boel afkitten om... Kijk, ik begrijp wel dat daar kit komt te zitten, want deze vloer, dat zijn linoleumvloeren. Dus die, de schoonmaakdienst, die komt natuurlijk een keer met zo'n wopkar. Met zo'n mooie wop. Gaan ze lekker dweilen. Die brengen vocht aan en dat vocht dat moet natuurlijk niet daartussenin gaan zitten. Dus een randje kit is op zijn plaats. Alleen moet dat wel de juiste kit zijn, mensen. Nou, dat is het laatste stukje. Dan hebben we dit voorlopig ook weer even te pakken. Hoppatee. Fini. Vind je deze tips van meester Schilder Piet waardevol? Geef een like hier beneden. Wil je reageren? Heb je mogelijk ook een vraag? Kun je ook hier beneden stellen. Klik daar om een vorige film te kunnen bekijken. Klik ook daar om je te kunnen abonneren op het YouTube kanaal van Verfwebwinkel. En dan ga je ook in het vervolg alle andere filmpjes te zien krijgen. Bedankt voor het kijken.